VacuGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op VacuGames. En welkom in een wereld vol met oorlog. Want wij zijn de laatste tijd alleen maar oorlog aan het voeren. Dan met Alexander, dan met Casimir. Het maakt me eigenlijk niet uit. We zijn Duitsland, weet je wel. Duitsland voert gewoon oorlog met alles en iedereen. En op dit moment ook een beetje met zichzelf. Want er zijn hier een aantal Barbarian Riflemen opgedoken. Gewoon puur omdat ik zoveel unhappiness heb dat mijn volk zoiets heeft van... Fuck jou, Lars. We gaan gewoon lekker zelf een beetje rellen. Dat vindt Duitsland gewoon tof. Duitsland houdt van rellen en van oorlog voeren. En ik ben natuurlijk ook, vorige keer, heb ik deze stad ingenomen van Alexander. Dat vindt hij op zich niet heel erg tof. Maar goed, hij tolereert het op dit moment. Maar hier hebben wij een probleem. Want ik wil namelijk per se Warschau hebben. Wat er ook gebeurt, ik moet en zal die stad hebben. Waarom? Ik wil namelijk gaan voor een domination victory. Dus ik moet zoveel mogelijk hoofdsteden van anderen veroveren. Nou, ik heb de hoofdstad van de Indianen, heb ik al. En dan zou het lekker zijn als ik ook Warschau kan krijgen. Dat is deze stad. Dat is meteen een stad die ook als hoofdstad gebruikt wordt. En dat zal er ook voor zorgen dat Casimir aan de kant gezet wordt. Maar, en nou gaan we eventjes heel tactisch denken. Deze stad ligt bijna in puin. Op dit moment staan er twee soldaten van Amerika die deze stad kunnen innemen. De American Rifleman hier en Rifleman daar. Ik wil die stad hebben. Maar als ik nu nog een beurt wacht met die stad innemen, dan pakt Amerika hem 100%. Dus wat ik nu wil gaan doen, is waarschijnlijk een hele grote gok. En ik denk dat het gigantisch tegen me gebruikt gaat worden. Ik wil oorlog gaan voeren. En niet met hem, maar met Amerika. Ik denk dat ik dat moet doen. Want ik moet deze soldaten wegkrijgen. Want ik kan niet. Kijk, ik doe het met twee beurten voordat ik hier naar binnen kom. Dus dat telt niet. Dus ik moet gewoon deze soldaten wegkrijgen. Die kanonnen kunnen de stad niet innemen. Ik zal wel moeten. Ik moet oorlog gaan voeren. Met Washington. Pak ze. Wacht, gaan we anders doen. We gaan jou op hem afsturen. Nee, doe ook niet. We gaan jou op hem afsturen. Does this mean war versus Washington? Duitsland tegen Amerika. Go. You have mistaken our love for peace for weakness. You shall regret this. Jouw liefde voor vrijheid. Gozer, je staat hier een Amerikaanse of een stad te veroveren. Dat heeft niks met vrede te maken hoor. Echt niet. Jij... Pakt. Kan ik deze stad innemen? Nee. Pak hem. Hop. Dat waren de Amerikanen. Oprukken naar stad. En nu moet ik hem zien te pakken. En jullie moeten hem afleiden. Pak die kanonnen, jongens. Hoppa. Dat zijn er in ieder geval twee weg. Dat is handig. En jij... Pak hem maar. Ik weet niet of het gaat lukken deze beurt. Ja. Nou, in ieder geval een klein beetje. Dan zijn die Amerikanen afgeleid. Wat een idee. Want die kunnen nou nooit meer deze stad te pakken krijgen. Ja, oh wel, dat kunnen ze wel. Dat kunnen ze wel. Nou. Verkeerd gerekend, Vaco. Wat doe je? Wat doe ik? Heb ik nog soldaten bij de hand? Ja, kanonnen. Grijp hem. Soldaten. Riflemen. Er naartoe. Heb ik hier nog soldaten staan? Vast wel ergens. Hallo? Hallo? Oh, wacht. Jou had ik... God, jou had ik hier naartoe gestuurd. No. Kom hier. Jij. Upgraden. En ga hem pakken. Uh-oh. Nu is het echt gewoon hopen... ...dat Warschau deze Amerikanen pakt. Als hij dat niet doet... Heb ik een heel groot probleem. Ja, wij gaan research agreement doen. Helemaal topplan. Nee! Niet hem! Pak die stad! Pak hem dan! Uh-oh. Ja hoor, Warschau is voor Amerika. Polen is zijn hoofdstad kwijt.
Maar die wil ik hebben. Potverdorie. De vijand is gespot vlakbij Berlijn. Ja, dat zal mooi zijn. Jullie. Set up for range attack. Schiet. Waarom kan je niet schieten? Tuurlijk kan jij schieten, als je nou maar wil. Jij schiet op hem. Pak kanon. Wat ze vlots. Jij. Schiet op hem. Uh-oh, zijn er nog veel meer, man. Jij schiet ook op kanon. Dag kanon. Bye. Er was nog een ander kanon dat er aankwam. Hier. We gaan gewoon proberen om die hoofdstad weer van hem af te pakken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar daar komen we gauw genoeg achter. Jij loopt maar een stukje deze kant op. Heb ik liever. Jij komt hierheen. Berlijn kan schieten op vijand. Berlijn, daar is vijand. Schiet op vijand. Hoppa. Er was nog een andere. Ik had toch een soldaat deze kant op gestuurd, of niet? Waar was die naartoe? Waarom sta je daar nog? Ik heb je al gezegd hier naartoe te komen. Luie soldaat voor de win. Uh-oh. Probleem, Unity's orders. Wie dan? Jij. Ben jij er ook nog steeds? Ik dacht dat jij rondjes aan het varen was. Ga varen, hup. Doei. Uh-oh. Oh-oh. Het moet op zich wel mogelijk zijn om deze stad weer over te nemen van ze. Dat moet mogelijk zijn. Alleen die stad mag niet te veel... Auw, joh. Die stad die mag niet te veel weer recoveren. Want als die weer te veel gezondheid krijgt, dan kan ik hem niet overnemen van ze. Uh-oh. Hey. Groot persoon geboren. Wie dan? Oh, wacht. Amerika staat... Oh, Argos mag je hebben. No props. Neem maar mee, Argos. Krijg je dan doe ik er een strik omheen, dan mag je Argos hebben. Geen probleem, Amerika. Die stad staat toch in de fik, dus... Die stad die wil ik helemaal niet hebben. Dat was een cadeautje van Alexander, maar die wil ik helemaal niet. Uh-oh. Oeh. Oh, dingen. Hi. Hamburg kan schieten. Mooi. Hamburg, schiet. Berlijn, schiet. Wie is er gepromoot? Jij. Kan ik je healen? Ja, graag. Healen. Oké, jij schiet op hem. Dat is taak nummer 1 voor vandaag. Jij schiet op stad. Jij schiet op stad. Jij schiet op stad zometeen. Nee, nee, niet hier. Wie is dat? Wie is er geboren dan? Hello. Oh, een grote generaal. Grote generaal, gaan maar daar naartoe. En we kunnen trouwens nu een ideologie selecteren. Ja, dat moet order worden. Dat moet order worden, want... Autocratie kan ook. Laten we autocratie pakken. Dan kunnen we nog 2 gratis tenets pakken. Oké. Level 1. Gewonde militairen pakken 25... Doen meer dan... Huh? Gewonde militairen doen 25% meer schade dan normaal. Oké, is leuk. Deze is ook wel fijn. Maar ik kan deze wel gebruiken. Elite Forces. En dan gaan we ook voor elke kasteel en arsenal en military base geeft 1 happiness. Oké, dat is toch in ieder geval weer 6 happiness die we dan krijgen. Jij, ben je er nog steeds? Ga nou eens even... Ze hebben je nodig, man. Ga eens wat doen. Kasteel. Erbij. Jullie, pak Warschau. Hoppakee. Bam. Oké. Washington is die stad in ieder geval weer kwijt. Dat is goed. Ik kan ze bevrijden. Dan krijg ik echt een hele grote bonus. Ik kan hem annexeren. Of ik kan er een puppet van maken. Ja, ik moet die stad hebben. Ik moet hoofdsteden hebben. Spijt me zeer, Casimir. Is die er nog eigenlijk? Oh nee. Casimir has left the building.
No more Casimir. Ik heb twee hoofdsteden. Die van de Indianen en van Casimir. Duitsland is Polen binnengevallen. Dat is best wel kut voor Polen in dit geval. Jullie gaan daarheen. Hier ga je een courthouse bouwen. Ik ga deze stad gewoon houden. Ik wil hem hebben. Kunnen wij, Amerika, kunnen wij vrede sluiten? Well. Oh. We decline. Oh, hebben we... Nou, dan niet. Dan geen vrede, maar jij weten. Maar mijn kanonnen komen er ondertussen weer aan, hoor. Ik weet niet of dat hij het in de gaten heeft, maar... Pak hem. Oh, wacht. Kan niet. Nou, dat niet. Hoe gaat het hier trouwens? Zijn jullie die stad aan het overnemen? Ja, jij krijgt paarden. Heel goed. Maar, wat komt hier dan doen? Uh-oh. Ja, je kan schieten op die stad waar je wil, maar... Dat heeft niet zoveel nut, lieve jongen. Washington is een beetje gek. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Het heeft geen zin, Washington, wat je nu doet. Je bent nu gewoon een beetje aan het schieten, maar... Het is allemaal heel tof. Het klinkt allemaal heel stoer. Maar het werkt niet zo goed. Een grote schrijver is geboren. Perfect. Uh-oh. Nee! Hamburg wil zich bij Amerika aansluiten. Ho, stop, nee. Nee, Hamburg. Please niet. Please niet. Wanneer gaat deze stad eraan? Ik wil deze stad kwijt. Je mag hem hebben, Washington. Washington mag mijn stad hebben. Gratis hebben we niks. Ik wil Hamburg niet verliezen. Dat zou allemaal mooi zijn. Als ik Hamburg kwijt ben... Uh-oh. Dit gaat niet goed, niet. Gaat niet goed, niet. Jij schiet hem af. Hop, weg met jou. Jij healen. Laat ik een cultuurbonus pakken. Gewoon omdat het leuk is om te hebben en omdat ik echt iets aan mijn happiness moet doen. Ik heb happiness nodig en heel vlot. Jij gaat healen, jij gaat healen, jij gaat Amerika aanvallen. Kom op. We can do this. Ik heb happiness nodig. Heb ik spullen over? Iets dat ik kan ruilen. Met jou. Tja, Ooika. Ooika. Ah. Ja, Ooika. Alexander, vriend. Alexander is mijn mattie, dat weet ik. Alexander is mijn homie. Die. Kijk, hij vindt me wel aardig. Dat vind ik wel weer tof. Wat wil jij voor je citrus hebben, vriend? Nee. Dat zullen we maar niet doen. Ize, nee. Indiaan! Nooi! Anu? We hebben ook niks nuttigs. So what die? Ja, als ik jij hebt citrus. Als ik jou nou, koper geef. Zou goed waar, Reina? Krijg je er ook een zijde bij. Zou kong, mijn kwam ten dan, ching ching. Ching ching, jij wil alles hebben. Ga nou gauw weg. Helemaal vrolijk. Hoe kan ik nu heel snel extra happiness erbij krijgen? En met heel snel bedoel ik ook echt heel snel. München. Bouw. Iets dat happiness geeft. Iets. Maakt me niet uit wat. Maakt me echt niet uit als het maar iets is. Kasteel. Kasteel geeft happiness. Ja. Dat klopt. Kasteel geeft happiness. Hier kan ik geen kasteel bouwen. Waarom kan ik hier geen kasteel bouwen? Staat hier al een kasteel? Nou, ga dan maar een... ga maar research doen dan. Als ik deze stad... Hij mag hem hebben! Argos, neem mee! Ik hoef Argos echt niet te hebben. Constructor Citadel. Jij ging daar toch heen? Ben ik een gek. Volgende beurt. Please, Hamburg, sluit je niet aan bij Amerika. Please niet. Dat kan ik echt niet hebben. Kan ik jou niet afstaan? Kan ik iemand... Wil iemand deze stad hebben? Pharsalos, dat is toch een stomme naam. Ja, hij pakt hem. Mik en schiet. Want die zijn heel vervelend bezig. Dank u. Healen. Alles healen.
Ik kan geen extra gezeur gebruiken. Echt niet. Ik moet die happiness hebben. Blijf je nou op Warschau schieten? Het schiet niet echt op, hè? Werkt niet echt wat hij nou allemaal aan het proberen is. Ik weet niet waarom hij het doet. Hij heeft geen soldaten om mijn stad in te nemen, dus wat wil hij nou doen? Oh, nog meer rebellen. Hadden we nog niet genoeg rebellen? Eén setje van kom meer dan genoeg. Waar zijn rebellen dan? Nou, dan gaan we die eerst maar eens opruimen. Berlijn, schiet op hem. Jij schiet op hem. Opruimen, die gasten. Heel vervelend worden ze. Schiet op hem. Halve land brandt af, man. Verschrikkelijk. Ik heb niet echt hele tactisch sterke zetten gemaakt. Nou, schiet maar. Pak ze maar. Hop. In ieder geval weer twee weg. Ja, pak hem. Complete brandende steden hier. 21 unhappiness. Ik weet niet waar die ene happiness vandaan kwam, maar I'll take it. I'll take it, echt waar. Productie. Krijg je daar ook dingen voor barakken? Hoe kwam ik er ook weer bij? Social policies, hier. Kasteel, arsenaal en militaire basis. Ga maar kasteel bouwen dan. En heel gauw. Heel snel kasteel bouwen. Jij, alert. Jij. Okay, waarom kun je niet aanvallen? Je bent een generaal, man. Wat heb ik nou aan jou? Ga maar daarheen dan. Met je autootje. Waarom rijdt hij in een auto? We hebben potverdorie nog ineens elektriciteit uitgevonden. Wat is dit? Ja, jij mag erdoor. Kom mij helpen, please. Kom mij helpen, Harold. Ik heb ook echt veel te weinig geld. Oh, dit gaat niet goed. Het zou me niks verbazen als ik dit potje binnenkort verslagen word. Dat ze gewoon echt ontevreden over me zijn. Oh, hi. En het doen. Waren dat mijn workers? Waarom? Gaan mijn workers... Oh, die willen natuurlijk daarheen. Oh. Is het een feit, of heb ik dreamt het? That by means of electricity, the world of matter has become a great nerve, vibrating thousands of miles in a breathless point of time. Perfect. Aluminium. Is goed om te hebben. Oké, jij schiet op hem nog een keertje. Jij schiet op hem. Oh, het was al klaar. Sorry. Was niet meer nodig. Jij gaat die Amerikaanse archeologen daar eens even pakken, want die zitten heel vervelend te doen. En ik ga even een paar mannetjes terugtrekken, want jij mag terug naar huis. Want er zitten er een paar hier. Oh, waar? Hier. Heel vervelend te doen. Een Berlijn erop. Hop. Warschau. Kijk, Rifleman die staat er goed. Die hoeft daar niks te doen. Dan kan ik ondertussen weer nieuwe dingen uitvinden. Ga maar. Ik moet iets hebben met happiness. Hebben we dat? Dit duurt allemaal zo lang. Nou, ga maar archeologie uitvinden dan. Ook goed. I'll take it. Healen. Jij staat daar goed. Defenden. Jij gaat doorvaren. En jij, grote generaal, bouw daar maar een... Bouw hier maar iets. Ik weet niet waarom, maar doe het maar. Hamburg, schiet op stad. We zitten ondertussen onder de 20 happiness. Dat is unhappiness, dat is goed. Niet dat het nou heel erg goed is, maar vooruit. Betekent wel dat Hamburg zich waarschijnlijk niet bij Amerika zal aansluiten. We hebben hier een paar soldaten staan, niet heel veel. Die eventjes de opstand onder ons eigen volk onder de duim moeten houden. Dit wordt heel erg link. Ik ga zo meteen toch nog eens vragen of dat we vrede kunnen sluiten met Amerika. Oh nee, nee, Amerika, neem Argos maar over. Je mag hem hebben. Please. Neem Argos over, goed plan. Hup Amerika, kom op jongens. You can do it.
Take mijn stomme stad. Je mag hem hebben, helemaal geen probleem. While defending, your worker was destroyed. Ah. Hop. Gaat niet zijn best, hè, met die soldaten hier. Pale death beats equally at a poor man's gate and at the palaces of kings. Oké. Ik heb heel erg veel geldproblemen. Oorlog voeren. Ik ben er niet goed in. Ik ben er echt niet goed in. Ik verlies 36 goud per beurt. Komt allemaal door jullie. Maar ja, vooruit. Berlijn kan schieten. Jij gaat maar in Berlijn staan. Misschien is dat veiliger voor je. Scheelt ook weer een beetje geld. Niet heel veel, maar wel iets. Samoa. Military Academy. Hamburg. Wat levert het meest op? Maakt me niet uit met wie we moeten handelen. Met Ragusa. Is goed. Hop. Min 24. Kijk, het gaat niet heel best, maar... voorlopig is het nog te managen. Wat doe jij hier? Oh, dat is grote generaal natuurlijk. Grote generaal? Ga maar... bij de andere grote generaal staan. Het gaat helemaal fout. Oh, cargo ship. Ga naar Kuala Lumpur. Hop. Gaat helemaal de foute kant op. Jij schiet op hem. Mijn groot Duitse Rijk. Snik. Het gaat echt de verkeerde kant op. Bam! Oké. Hij wil vrede maken. En dan wil hij mij een stad voor geven. Nou, Ali, of Washi, jij mag je stad houden. We welcome peace with your great nation. I pray that no future misunderstanding will come between our two peoples. Mens Washington, laten we voortaan vriendjes blijven en gewoon bij elkaar op visite gaan. Vrede met Amerika, heel goed. Hij wilde me ook nog deze stad erbij geven, maar als ik die ook nog zou hebben, dan ging het echt helemaal mis. Ik moet gewoon echt eerst eventjes mijn shit op orde hebben. En nou ik geen problemen meer heb met Amerika, kan ik mijn soldaten terugtrekken en kan ik ze hier naartoe sturen om dit een beetje onder controle te krijgen. Unit was killed. Wie? Oh, de grote generaal is dood. Zo'n grote generaal was het ook weer niet. Als hij zichzelf niet afslachten. Hey Sydney, waarom zijn we boos? We zijn toch vriendjes? Hop. Tuurlijk zijn we vriendjes, Sydney. Wat denk jij nou? Schiet op hem. Hoppakee. Jij trekt je terug. Productie. Militaire academie. Kregen we daar nou dingen voor of niet? Militaire basis. Nee, dat is niet voor Military Academy. Nou, vooruit. Combat strength. Ja hoor. En gaan we daarin. Er staan hier echt te veel figuren. Mijn complete land ligt in puin. Hamburg. Productie. Worker. Ik moet die zooi repareren. En gauw. Dit is dan wel weer lekker. Gouden tijdperk. Dat is dan wel weer tof. We verdienen weer geld. Helemaal goed. Niet voor heel lang waarschijnlijk. Die grote generaal heet ook echt gewoon Kau Kau. Kau Kau? Komt eraan. Met zijn autootje. Toet toet. Hé, grote generaal. Het is niet handig om een witte vlag erop te zetten. Witte vlag geef je meestal mij over. Dat is niet zo heel handig. Cargo ship. Ligt daar prima te zijn. Zeg, hier nog een worker. Is the following trade of interest to you? Zeker, vriend. Alright. Washington, ik zei Matties. Voor vandaag. Ik heb in ieder geval nu twee hoofdsteden van anderen. Dat is goed. En hier komen over zes beurten ook...
Een courthouse komt eraan, een rechtbank. Dus daar gaat er weer wat unhappiness vanaf. Uh-oh. De moderne tijd. Probleem. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Zucht. World Congress. Uh-oh. Probleem. Maar ik mag wel, als het goed is, een nieuwe. Deze pakken. Even kijken of dat er iets is wat happiness geeft. Ik heb echt gewoon happiness nodig. Plus 1 happiness voor each harbor, seaport en lighthouse. Maar ik kan ook een level 2 pakken. Plus 2 local happiness from every barracks, armory en military academy. Oké, dan gaan we van 15 unhappiness naar... 3 happiness! Bam! Geen gedonde meer. Met invallende ga weg, ik hoef die dingen niet. Kistproductie. Barak, extra happiness, ja. We mogen wat voorstellen, oh dat is leuk. Alexander heeft hier 9 stemmen, ja hoor. Zal ik eens een keertje niet zo zijn. Nou, oké, weet je... Oh wacht, laten we even tactisch stemmen. Alexander heeft een 9. Dus die zal sowieso wel winnen als hij op zichzelf stemt. En dat gaat hij doen, Alexander gaat op zichzelf stemmen. Ik kan iemand anders leider maken door niet op mezelf te stemmen. Dat ga ik toch niet winnen. Dus ik kan bijvoorbeeld op hem stemmen. Of op hem. Ik kan niet op Washington stemmen. Dat heeft geen zin. Dan heeft hij dan alsnog 8 en dan verliest hij het alsnog. Ik ga op hem stemmen, denk ik. Ik ga op Polynesië stemmen. Yay! Dat zal hij leuk vinden. Die Alexander. Allemaal dingen. Interesseert me er allemaal niet. Ga weg. En wat hebben we nog meer? Biologie. Ja hoor. Altijd een heel leuk vak geweest op school. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Fico Gamers. We hebben een oorlog uitgevochten. We hebben zwaar geleden. Maar we hebben het voorlopig nog best wel redelijk gered. Ik ga nu de volgende beurt en de volgende aflevering deze zooi weer een beetje opruimen. Zodat mijn land weer kan bloeien. En er weer een nieuw Duitsland kan ontstaan. Na de grote oorlog. We hebben hier de hoofdstad van Polen overgenomen. Dat doen de Duitsers nou eenmaal. Daar kunnen ze niks aan doen. Warschau komt over 4 beurten weer een courthouse aan. Dus ik vermoed dat de happiness wel weer omhoog gaat. De komende tijd hier bij Meer Civilization. Als je dit nou een toffe video vond of een toffe serie, like deze video dan eventjes. Hopelijk redden we de 2000 likes weer. Zou in ieder geval super tof zijn voor deze toch wat langere video's dan normaal. En ik zie jullie dan de volgende keer weer terug bij meer Civilization 5 hier op Fico Games. En bij meer oorlog met anderen. Bedankt voor het kijken jongens. Bedankt voor het liken ook vooral. En tot de volgende keer. Mazzel!